heb hier een foto van Richard. Smash or pass? Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Mensenmening. Vandaag gaan we weer de stad in en we gaan vandaag Smash or Pass spelen. De jury mag gaan raden wat de mensen gaan zeggen en dit is de jury. Ik ben Lieke en welkom bij een nieuwe aflevering van Mensenmening. Voordat we beginnen, Richard, Smash or Pass. Van alle foto's die ze van mijn Instagram konden halen. Dit is een twijfelaar hoor. Twijfelaar? Twijfelaar. Daar wil ik wel in liggen met Richard de hele avond lang. Dus daar gaan we jongens. Heb je zin in? Hey? Nee. Ja, ik vind mijn foto ook niet leuk. Oh, ik vind Richard wel heel gezellig. Dat is ja, echt gewoon niet wat je wil horen. Ja, nee, het is een leuke kerel, toch? Wie ben jij? Ik ben Noah. Gaat zij gaan of ze jou zou doen? Nou. Ja, jij zou haar sowieso smashen. Hoezo? Ze is heel knap. Ik zou haar smashen. Noah, en wat doe je vandaag in de stad? Ik moest even naar de piercing shop. Voor deze of zat hij er al? Deze is, ik heb piercings verwisseld. Dingen in je oor vind ik geen piercing. Ik heb er 2, 4, 5, 8. Heb ik ergens anders? Ja, behalve een helix of zo, zeg maar, hierboven. Nee! Is dat geen piercing? Het is toch gewoon piercing? Een oorbel? Ja, maar dat, nee, ja, maar hier. Dat is een piercing. Nee, ik heb er dus 8 in mijn oren alleen. Ja, dat is echt niet in mijn klit of zo, hoor. Hey, heb jij een relatie? Ja, ook ja. Al lang? Iets langer als een jaartje nu. Oh, maar ze hebben ook een vriend. Dat maakt er niet uit, het is puur objectief. Was het liefde op het eerste gezicht? Nee, absoluut niet. Hoe ging dit? Nou, ik werkte toen nog bij de Albert Heijn als bijbaan. Mij noemde hij altijd bonuskaart, omdat ik ooit een bonuskaart aan hem heb gegeven. Ik was bevriend met een vriend van hem, gingen we afspreken en toen begon er toch wel wat op te spelen. Maar wat vind je van uiterlijk? Hè? Is dat het eerste waar je naar kijkt? Of? Ik kijk eigenlijk altijd als eerste naar de schoenen. Een vriendin van mij kijkt ook altijd naar de schoenen en ik vind dat echt heel bijzonder, want wat kan je daaraan zien? Waarom? Ben je zo'n sneakerfreak? Nee, niet eens, maar als iemand op sandalen met sokken loopt, ja, nee, dan wordt het er gewoon niet. Aan de schoenen, dan kan je toch niet zien, oh, jij bent echt een leuk persoon of zo. Is mooi, ze toch? Ze zijn wel heel glimmend. Kijk. En het past bij mijn jasje. Het is helemaal van nagedacht hoor. Ja, nice. Wat vind je van mijn schoenen? Zijn die oké? Okay? Ja, absoluut. Ja. Op zich wel prima schoenen, maar hij moet zijn veters even wat korter doen. Want dit zag je echt niet uit. Nee, soms is het nog. Ja, alsof je een basisschoolkind bent die niet kan veters strikken. Jezus, Patrick. Nee, ik weet niet waar ik naar kijk. Ik denk inderdaad houding of outfit. Nee, ik weet het niet. Hoeveel bier die kan drinken. Ik heb een foto meegenomen. Die krijg ik als het goed is nu van de regisseur. En dan ben ik erg benieuwd wat jij gaat zeggen. Smash or pass? Ik heb hier een foto van Richard. Richard, sorry man, maar ik denk dat ze je gaat passen. Aan dit, die he? Kop zie ik al van, dit wordt helemaal niks. Ze gaat jou wippen, broer. Wacht even, we moeten gaan, jongen. Ja. Pass, want ze heeft een vriend. Ja, ik denk ook dat ze pass, want een vriend gaat zeggen. Ja. Ik zelf ook pass. Nee, ik wil helemaal niet geraden worden. Ik denk dat ze jou wel zo doen. Ik ben hier helemaal niet mee ingestemd. Nee, ik ga dan toch voor een iets vrolijkere uitstraling, denk ik. Tering, wat is het? Kut? Jezus, dit is echt slecht voor mijn ego, dit. Nee, maar misschien zegt ze wel smash, bro. Ja, dat kan ook. Na 3 bier zou ik hem doen. Ik denk dat zij wel zo open-minded is dat ze gewoon kan zeggen, oh, dat vind ik een knappe gast. Nee, maar laten we even eerlijk zijn, dit is een pes. Zij gaat pes zeggen. Oh, pes. Oké. Nou, pes. Pes. Smash or pass, pes. Ja, is niet mijn type. Nee? Nee. Zo, ja, dat was heel snel. Heel snel. Heel snel, pes. Kijk, zie je? En dan nu? Nee, maar dit zijn fucked up, bro. En dan nu? Dit is echt niet leuk. Moet ik opeens blij zijn omdat ik gelijk heb? Omdat ze... We hebben het goed. Ja, dat was heel raar dit. Wat vind je er dan niet jouw type aan? Het is een Nederlands. Que pasa, hermano? Que pasa, ja, ik val niet echt op Nederland. Ik ben meer van light skin tintje. Als iemand mij... Nee. Is het altijd wat je afkomt? Ja, altijd. Ik ben gewoon Nederlands. Je bent gewoon geïrriteerd, merk ik. Ja. Ja, hij ziet er inderdaad wel heel Hollands uit. Ja, hij ziet toch wel een beetje bleekscheet. Wow. Did you just do a racism? Ben je zo'n doorgewinterde student, hè? Nou, klein beetje. Ja. Nee, we weten dat hij kijkt, dus sorry. Sorry. Zou jij haar smashen dan? Jij zou haar gewoon doen! Nou ja, jammer dan. Ja, helaas. Doe niet anders. Ik had zo hard nee gezegd. Nee, maar als ik objectief zeg, het is geen lelijke meid. Dus je zou er wel overheen gaan als moest. Nee. Niet liegen, jongen. Ik zie jou. Ik ken jou wel. Ik ken jou heel lang al. Jij zou dit gewoon doen. Hoe ziet je vriend eruit? Hij is dan ook Nederlands, maar hij heeft dan hele mooie blauwe ogen. Wat het hem dan toch echt wel voor mij deed. En hij is lang, dus ik kan altijd hakken aan. En ja, ik weet, hij was op een of andere manier een uitzondering voor mij. Hij is in Nederlands. Ja, mijn vriend die is zelf ook Nederlands. Ja. Jij bent gewoon helemaal geïrriteerd. Ja, tuurlijk. Kom zeg. Wat een leuke aflevering. Mijn ego. Naast wie sta ik hier? Stam. Smash or pass?
PES. Stan, en wat doe je vandaag in de stad? Ik ben met mijn vriendin hier een beetje winkels aan het kijken. Hoe lang heb je al een relatie? 4 jaar. 4 jaar is lang. Ja. Dat doet hij netjes. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Muziek. Zij zingt. Ik speel gitaar. En dat kwam op een magische wijze bij elkaar. Op magische wijze nou, bij elkaar leuk. Gekomen. Dat is heel mooi, heel krachtig verhaal. Ik heb een foto meegenomen van iemand hier in de jury. Die ga ik nu aan je laten zien en dan mag jij gaan zeggen. Smash or PES. Lieke Augustijn. Ik moet gewoon echt lachen, man. Ik vind het wel goud. Smash. En dat ben ik! Dat ben ik! Ik denk wel dat hij haar wel een chickie vindt, ja. Maar dat gaat hij niet zeggen tegen zijn vriendin. Hij gaat smash zeggen. Ja, maar zijn vriendin staat ernaast. Zou je dat erg vinden als jij in de stad zou staan en hij zou zeggen, oh, smash? Ligt eraan op welke manier. Oh, please smash me. Nee, ja. Maar ik vind dat je dat best kan zeggen, want je weet toch dat het niet gaat gebeuren. Tenminste. Oh, wat gek ook om dat dan over jezelf te zeggen. Hij vraagt ook meteen de nummer. Ja, denk je? Ja, denk ik wel. Lieke, smash, jij? Ja, smash. Maar hij heeft een vriendin, 4 jaar. En dan kom ik toch terug op dat mensen dan toch altijd het wel heel spannend vinden om te zeggen dat ze iemand anders zouden doen. Wat gaat hij zeggen, smash of pes? Ik denk smash. Ik denk pes. Hij vraagt ook van, is hij hier in de buurt toevallig? Dan komt Patrick met een soort vouwbed. Nou, ga maar. Ja, doe je ding. Steen, papier, smash. Kut! Oké, hij zegt pes. Hij zegt pes, vanwege zijn vriendin. He's gonna pass me. Lieke gets smashed. Wat? Dit is Lieke. Oh. Dit is niet mijn type. Oh, dat was heel, heel vlot. Ja, sorry. Ja, is goed hoor. Zo. Wow, chill. Je mag ook eerst nadenken. Hè? Je hoeft niet meteen zo paats in mijn gezicht. Sorry, Lieke. Sorry, Lieke. Ja. En waarom niet? Ik val op blond. Ik ben een tijdje blond geweest. Ik snap dat niet. Hoe kan je nou vallen op blond of zo? Ik snap dat dus nooit zo goed. Ja, ze is blond. Jouw vriendin. Ja. Ik wil die vriendin zien nu. Ja, Lieke niet. Nee. Wel mooi hoor. Ja. Ja, ze is heel mooi toch? Ja, ja. Maar ik zou hem maar doorgeven naar de andere. Ja. Ja, de volgende. Ja. Sorry. Oké. Doorgeven? Wat een stand. Doorgeven. Maar vooral omdat hij was snel. Hij was heel snel. Jongen. Ga lekker Wonderwall spelen op een strandfeestje. Ja, hou joh. Op hoor, Stan. Ja. Naast wie sta ik hier? Lea. En? Amelie. Zijn we lief neusje. Ja, zo'n leuk wipneusje. Ja. Ja, dit zijn niet helemaal mijn types. To be honest. Maar, nee. En wat zullen jullie doen vandaag hier? Wij komen net van de school af, dus ja. Voor school doen jullie? FAVO. We hebben geen diploma. De HAVO? FAVO. FAVO? Wat is de FAVO dan? Ja, uitschot. Uitschot? Ja, nee, grapje. Het is een volwassene opleiding voor mensen die geen diploma hebben. Nou, ik vind dat ze wel heel denigerend over zichzelf doet. Ik heb ook 20.000 jaar over mijn school gedaan. Prima. Kijk waar ik nu ben. Snap je? En wat ga je dan doen uiteindelijk? Gewoon wat ik later wil worden. Gewoon... Ja, wat ik later wil worden. Wat wil je later worden? Ja, wat ik later wil worden. Oh, ik snap wel dat ze nog geen diploma hebben. Nee, grapje, dat is echt heel onaardig. Ja, hierna gewoon lekker mbo, hbo en dan vervolgens universiteit als dat eenmaal lukt, ja. Hey, wat vinden jullie belangrijk aan uiterlijk? Verzorging. Verzorging? Ja. En val je op mannen of vrouwen? Wat is dat voor... Of allebei? Ik val op mannen. Hè? Maar dit is toch helemaal niet zo'n erge vraag? Hey, we spelen vandaag Smash or Pass hier. Kennen jullie dat? Ja. Ja. Ga ik jullie de foto laten zien? En dan zeggen jullie Smash or Pass. Ja. Oh, nee. Nee, niet, man. Ik zeg je eerlijk. Hun zeggen sowieso smash. Ja, duidelijk smash. Ja. Zij gaan vies hard smashen. Gewoon... Liefst met z'n drieën. Ja, ze net precies. Doen. Val op gasten met iets korter haar. Ja, en wat gespierder ook. Jij weet helemaal niet wat voor goddelijk lichaam eronder zit. Je ziet het net niet, maar je moest het weten, jongen. No. Daar word jij zelfs hard van. Ik denk dat zij eigenlijk smash zouden zeggen, maar stoer doen en zeggen pass. Ik hoop smash, man. Ja, ik ga gewoon voor smash. Ja. Iemand moet gesmashed worden van de mannen. Oh, thanks. Nee. Zij staat ook gelijk zo van, don't mind if I do, don't mind, let me sit on your face. Ja, ik ga voor smash, man. Ja, oké, let's go. Ik ken dit, wie is dit? Ik ken dit. Senna. Toch die guy van, nee, grapje, laat maar, ik wil echt iets doms zeggen. Dit is Senna, smash of pass? Ja, pass, ik val gewoon pass. Bond. Nee? Nee. Ik had dus net highlights gezet, hè, voor die foto, een week ervoor, hè, dat weet jij. Ik wist het, dat ze pass zouden zeggen. Ik ben boos. Is het puur zijn haar of ook zo'n guitige koppie? Nee hoor, nee, het is gewoon niet mijn ding. Damn, we worden echt aangepakt. Maar als hij nou donker haar had gehad? Dan zou ik er nog wel eens een nachtje over kunnen slapen. Een nachtje over of een nachtje bij? Doei. Nee. Ja, als je dit kan krijgen, schat, ga ervoor. Ja. Maar goed, nee. We doen er nog eentje. Komt-ie, dames? Ja. Dit is Max. Zijn wij smash or pass? Tuurlijk, smash altijd. Or pass? Ja, tuurlijk. Smash. Smash. Ben ik smash. Oké.
Dit is wel bruin haar. Dat vinden ze leuk. PS, ze gaan sowieso PS zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik in deze groep... Nou, weet je, ze vallen niet op blond. Ik vind ze een beetje vervelend. Ze willen niet zeggen waar ze op vallen en ze gaan gewoon alles passen. Ik vind dat ze zichzelf een beetje boven de rest verheven. Wat denk je? Ja, nou, jij bent zeg maar niet hetzelfde als Senna. Ja, ik denk dat ze Max wel doen, want ja. Hij heeft donker haar en kort. Deze keer wel Smash. Ja? Ja. Ik hoop ook PS dat zij dat zeggen, want dan zie je, dan zal Max en ik nog steeds gelijk. Ja. Als we ook echt kwaad. Ja, als die met die muts PS Smash zegt. Hey Max! Ja, dit is die gast met dat rappen gedoe, toch? Al anderhalf jaar lang ben ik elke week aan het rappen. Ik heb nu een nummer op Spotify met dat rapgedoe, toch? Godzijdikke. Ja. Ik ga nooit in mijn leven serieus genomen worden, denk ik. En door hun al helemaal niet. Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ja, die, ja. Maar Smash or Pass? Ja, dan nog... Ja... Jongens. Ja, sorry. Dat is echt een pass. Ja. Pass, ja. Oké, dus dit is een pass ook? Ja. Ja, ik val niet echt op Nederlandse jongens. Ja, sorry Max. Huh? Waarom valt niemand eens meer op Nederlandse jongens? Nee, ja, dat komt zo raar over. Dat is echt... Nee, ja. We gaan nog eentje doen. Rijk Hofman. Ja. Ja, als ze nu ja zeggen, dan ben je een vieze gold digger. En tuurlijk zouden we allemaal rijk smashen. Natuurlijk ja. Zouden we dat doen. Maar na al die fucking dingen die je net gezegd hebt, ik weet het, ik zit hoog in mijn emotie, omdat ik me heel erg aangevallen voel door dit allemaal. Zij zouden hem sowieso doen. Ook los van het verhaal, ze zouden hem sowieso doen. Maar ik denk dat zij van die meiden zijn die het dan nu stoer vinden om te zeggen, oh, ik zou hem niet doen. Zullen ze die smashen, denk je? Ik weet wel iemand die hem wel zou smashen. Dus pass. Ik zou je wel doen, Rijk. Wat gaan ze zeggen? Ja, ze gaan een smash zeggen. Wat doet Rijk Hofman hier? Is gewoon goed voor de thumbnail, denk ik. Smash! Maar wat gaan ze zeggen? Smash of pass? Ja, ik weet niet. Het is deze leeftijd, dus ik denk dat ze smash gaan zeggen. Ja, ik denk dat ze pass zeggen, want ze zichzelf niet willen tegenspreken eigenlijk. Maar oké, we zeggen ja. Rijk Hofman, ja, smash. Ja, waarschijnlijk wel. Smash. Ja, ik ben toch echt nog steeds 17, dus dat gaat hem gewoon echt niet worden. Oh, ze is 17. What the fuck? Ja. Maar dat vind je hem knap? Nee. Oh, ja, sorry. Dat vind ik heel gemeen. Ja, wees eerlijk. Nee, het is nog steeds niet helemaal... Pes? Ja, sorry, ook een pes. Ja. Dit is echt dikke vette bullshit. Als ze de kans krijgen, dan springen ze bovenop hem. Ik weet het zeker. Wat gebeurt er allemaal? Ik zei het! Maar ik ben wel blij dat ze voet bij stuk houden. Ik vind, ja, ik denk dat het komt door de keuze van foto's. Ja, en, die is niet goed gedaan. Okay. Zou je ons willen smashen? Laat het even weten in de comments waarom. En waarom? Ja, lekker. Nou. We hebben gewoon geen één pers. Ja. En ik, smash of pers? Oh, ja, sorry. Sorry. Patrick zegt 17, prima, smash. Ja, maakt pet niet uit. Was hem dan de aflevering van de Mensenmening voor deze week? Smash. Tot volgende week. Hoezo smash mij niet, Pet? Fuck is dit, man. Dankjewel, Patrick. Ik vond het een hele leuke aflevering, maar ook weer niet. Ja, tot volgende week, jongens. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Gebruik een condoom. Tot de volgende.